Goedemorgen allemaal. Ik ga een verhaaltje inspreken. En het verhaaltje gaat over... Ik ben normaal. Of jij bent normaal. Of jullie zijn normaal. En als je denkt dat het je raakt, dat je er iets mee kan doen, of dat je het wil delen en andere mensen wil inspireren, wees vrij om het te delen op je Facebook. Wat is normaal, hè? Wat is normaal? En ik zat vanmorgen te denken over doorzetten. Het onderwerp doorzetten. Uiteindelijk heb ik het doorzetten als een doel en als een focus gehad. Ik wil mentaal sterker worden. En dat heb ik gedaan door in de sportschool op een loopband steeds harder te gaan lopen als het naar het uur ging. Want de meesten zullen dat misschien wel herkennen. Als je bijna een uur vol hebt of een half uur, zijn mensen geneigd om het laatste half uur of een minuutje te zeggen van, nou, ik zet hem wat langzamer, want ik ben toch op het einde. En voor mij was dat een doel. En voor heel veel mensen zijn doelen heel functioneel. Die brengen wat. Die geven je een goed gevoel. Maar wat is dan normaal? Wat is normaal? Wat maakt jou blij als normaal? Als ik om me heen kijk, wordt heel veel prestaties verwacht. Verwachtingen. En heel veel mensen om mij heen. Ik heb zojuist ook een gesprek gehad met iemand. Heel mooi mens. Die zei, ik vind het moeilijk om mezelf kwetsbaar op te stellen op sommige momenten. En dat is mooi. Want dan heb je nog wat te doen. Dat is leuk. Want dat is een uitdaging. En ik keek naar die persoon. En die was normaal heel erg opgemaakt. Was netjes. Was een vrouw. En daar heb ik bijzondere gesprekken mee. En ze keek in de spiegel. En toen zei ik ook tegen haar. Ik zei, dit is toch mooi. Dit is toch puur. Dit is toch normaal. Weet je, hoe mensen naar ons kijken, is dat ze iets verwachten. Of dat ze iets willen. Of dat ze gewoon een binding willen hebben die fijn is, die ontspannen is. En waar je blij van wordt. Maar op sommige momenten kun je een binding aangaan waar je niet blij van wordt. Wat je zorgen maakt. En die zorgen worden groter. Dan wordt het ook tijd om erover na te denken. Moet ik nog wat doorzetten? Dat is een balans, hè? Een balans. En de balans gaat weer terug. Wat is normaal? En wat is niet normaal? En het eerste gevoel is ook het antwoord. Het antwoord wat jou brengt. Wat je graag wil horen. Maar luister naar jezelf. Je intuïtie geeft aan. Misschien moet je wel stoppen. Maar op het moment dat je intuïtie dat aangeeft, spreekt het al de waarheid. Maar het leren accepteren om daar niet meer mee om te gaan, is al een stap. Dus daar moet je ook klaar voor zijn. Maar elke binding brengt jou naar een start van een nieuw begin. Dus ik zou zeggen, doe gewoon lekker normaal. Wees kwetsbaar. En laat je gewoon gelden zoals je zelf wil zijn. Waardevol. Dankjewel.